En dat leidde ook weer in heel veel ziek zijn. En toen heb school me een deadline gegeven. Want je moet op dat, dan moet je een stageplek hebben. En ze wisten zelf dat het niet lukte. En toen had ik eindelijk had ik een stageplek gekregen. Bij een Bell Company. Nou, echt lang zoeken. En toen moest school heen. Ik heb een stagebegeleider gehad, zeg maar. School die moest erheen om... Jongens! Ja, school die moest daarheen. Gaat echt lekker hier. De stagebegeleider die moest erheen om zeg maar het begingesprek te doen. En ik zou het allemaal kunnen werken en zo. Hallo Down, goedemorgen, middag. En toen kreeg ik, 's middags kreeg ik een telefoontje. Van de Bell Company. Dat ze me niet wilden hebben omdat ik emotioneel te onstabiel ben. Dat ik maar een andere plek moest gaan zoeken. Loop je nou te falen? Ja, ik weet het. En toen had ik nog maar 2 weken. Dat is awesome. Broken op Zoom. Dat meen je niet. Wat vet. We moeten er nog 2 hebben als het goed is. Ik heb geen idee. Precies, je moet er ook nog heen. Hallo. Zo, daar hebben we ook glas mee van. Blijf. Ga nou niet zeggen dat ik 1 jiggy mis. Of 1 muzieknootje mis. 1. Even kijken, dat is die. En Panjo. Dat is de K. Hey Stefan, fijne dag verder. Kazooie. Jat weg.
Dat is toch knap lullig. We missen er één. Eén is een stomme Jiggy. Of één is een stomme muzieknoot. Ja. We zitten nou echt precies op 99,9% van wat we nodig hebben. We gaan wel even rondvliegen, misschien zien we hem wel. Oh kijk, daar is hij. Ik zag hem al. Gelijk die Mumbo token. Maar echt, dat zijn echt oude tijden. Nintendo spellen halen bij de videotheek. Dat is echt classic. Netjes. Sowieso naar een videotheek toe gaan is al classic. Even kijken, we missen nog iets. Turtles. Oh, dat valt nog mee. Kijk, alle swap en stop items hebben we al. Omdat ik hem in mijn andere safe gehaald heb. Jammer. Oh, moet ik nog gele nog? Maar jullie zitten in Click-Clock Woods in Autumn. Ja, kom nog. Die komen op een keer vanzelf voorbij. We zitten als het goed is in het huisje van Squirrel. Dan gaan we nu voor of voor Bubble Group Swamp of voor Clanker Scavern. Ik zal het niet weten. Volgens mij zit er ook nog iets achter de kist, of niet? Nope, ben in de war. Ik wil nog wel, We hadden dan in Houten. Daar woon ik zeg maar naast, soort van. Hadden we ook een videotheek staan. En daar hadden ze ook zo'n Pokémon kaartenmachine. En dan moest je dan 50 cent in gooien en kon je een kaart eruit krijgen. Zoveel geld in gegooid, elke keer als we naar de videotheek gingen. Altijd aan mijn moeder zeuren, ma, heb je nog een euro, heb je nog een euro, heb je nog 50 cent, ma, alsjeblieft, ma. Of een gulden was het toen zelfs nog. Volgens mij ging er zelfs een gulden in. Heb je alsjeblieft nog een gulden, heb je nog geld, alsjeblieft. En toen op een keer heb ik zo'n best een zeldzame Celebi zo eruit getrokken. Dat is awesome. De Zapdos is wel een van de meest badass Pokémon van de eerste gen. Magical Cauldron. Rollout is ook vet.
Oh. En dat weet ik. Fluffy. Fluffy is de meest badass Pokémon. Of Mareep. Mareep en Fluffy. Dat zijn echt mijn favorieten. Ik weet niet waarom. Ik heb iets met schapen. Ik vind ook Sheepman van Mega Man ook echt een baas. Nee, vergeet het, Peter. Eerst harder dan Stringshot. Oh, ik haat deze wereld. Ik vind Clankers Cavern nog wel de meest frustrerende. Yep, Metapod harden. Maar op zich, je had er wel wat aan, want het werd een Butterfree. Butterfree for the win. Helemaal als Butterfree Psyche kreeg. Ja, precies. Gelijk Sleep Power erop gooien. No, Clankers Cavern. Ik vind dit zo nare wereld. Dit gaat echt wel even duren voordat ik deze 100 heb. Ik vind Clanker wel een baas hoor. Ik heb zelfs een Facebookpagina gemaakt voor Clanker. Clanker the Garbage Grinder. The most awesome high ever. Ja, ze hebben een van de enigste die hem geliked heb. En dan valt er naar beneden. We gaan weer even terug naar... Ja, even kijken. Hoeveel mensen hebben hem geliked? Veertien. Ja, maar één van de 14 mensen. Nee! Nee! Wat doe ik nou? Wat is dat nou? Oh, even een childhood story. Toen ik een klein monster was, durfde ik nooit hierheen, dat ik altijd bang werd van die beesten die uit de muur kwamen. Op zich is het helemaal niet zo groot level, je hebt maar één main hall en dan voor de rest alle kamers in Clanker zelf. Clanker!